Gaat het? Als ik niks doe, dan kan ik de tent sluiten. Dus we moeten wat doen. En nu is het doorpakken met thuisbezorgen. Ja. We're lucky to be small, but then I think we're going through the same struggles as every other restaurant in almost the world now. In dit soort tijden moet je creatief zijn, moet je goede plannen verzinnen en ja, hoe je het ook bent of keert, je gaat gewoon door. Dit is op een gegeven moment over en dan moet je er ook weer klaar voor staan. Hoe voel ik mij? Ja, ik voel me echt ook wel een beetje aangeslagen. Ik heb mooie bakjes gehaald van bamboe. Dus als je het open doet, dat het ook een feestje is om het open te maken. Kijk, in het verpakkingsmateriaal, uiteindelijk ben ik een euro ervoor kwijt. En je hebt wel mooie uitstralingen. Ik moet zelf ook doorgaan. Het bedrijf moet doorgaan. Het personeel moet doorgaan. Dus ja, daar moet je creatief zijn, zeker in deze momenten. Karlswang. Kijk, en eigenlijk het grote verschil nu is, eigenlijk was dit mijn bord en het is nu een bakje. Het doel is om minimaal in de aankomende 3 weken 450 maaltijden te verkopen, dus 150 in een week. Dan heb ik puur nu alleen te eten, we kunnen ook nog een flesje wijn, we kunnen alle kanten op, 3 gangen, kan er 4, kan er 5, kan er 6. Eigenlijk is alles custom made, dus als ik dat haal, dan ben ik een blij man. Well, we are a small restaurant. From what we have, we can sustain for maybe 2 months, maybe. And then the rest is up to the support of the public. A lot of our regulars and loyal guests and friends of this restaurant have contributed by buying gift cards, and that's gonna save a lot of people. Well, this is what we do have. It's not much, but like, I only have 12 big bannetons, so I'm gonna make 12 big boys. What we're doing is baking what we can and then selling it primarily to neighbors. Een van de eerste plannen die we hadden bedacht is van ja, we moeten niet afhankelijk zijn van zeg maar ja, dat je minder gasten in je restaurant krijgt. Dus als de gast niet naar ons komt, dan gaan wij wel naar de gast toe. Ja. 2 keer normaal. Dit is 2 keer normaal. Zeg maar vanochtend begonnen aan ons nieuwe avontuur met delivery. En daar krijg ik ook wel weer gewoon energie van, weet je. Je moet zorgen voor goed verpakkingsmateriaal waar alles goed in blijft, alles mooi in blijft. Je moet je gerechtjes misschien ietsje aanpassen. Ik denk ook dat we gasten niet alleen het willen kopen om een lekkere maaltijd binnen te halen, maar ze kopen het ook om ons te kunnen steunen en dat we ook in de toekomst open kunnen blijven. It's more of a movement to bring the community closer together. It's not about the business anymore. It's about how can we help each other and how can we become a stronger community because of this. Ik heb echt zulke fijne mensen in het team. En we gaan daar gewoon weer een succes van maken en ons voorbereiden op wanneer de horeca weer gewoon open kan.